Echt waar? Kom jij serieus uit een ei of zo? Yo, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe video op Rotjoch. En we gaan weer Minecraft Egg Wars spelen. Ik ben hier met allemaal Mindtopianen, vandaar Team Mindtopia, jongens, let's fucking go. Geef mij de eerste Iron Patrick, Dankjewel. Vooruit, ik moet naar het midden. Oké, heel goed, ik ga naar het midden, jongens. Drekrion, jij gaat met me mee. Ja. Jij gaat voor de diamonds. Yo. Even kijken, waar ben je, waar is dit? Verdomme. Kloot is alleen. Shit. Ja. Tak. Ik hier, waar ben je? Hier, begin jij met het midden als eerste. En maak die bocht erin, hè, dat weet je. Ja, zo'n... Ik heb een paar iron nodig, jongens. Dan kan ik een pickaxe maken. Dan gaan we voor de aanval. En dat lukt niet, want hij pakt alles nu. Lars, rot op. Even kijken. Lars, ga eens weg. Dankjewel. Hij luistert wel. Hier, 16 iron. Dankjewel, ik heb echt even dingen nodig. Pickaxe, toppie, dankjewel jongens. Dan ga ik even voor de aanval. Want vorige keer vond je het heel leuk hoe ik het aanvallen was. Dus dat gaan we nu ook weer doen. We gaan een paar keer weer aan te vallen en dan hopelijk verdedigen. Vorige keer hebben we gewonnen. Laten we hopen dat ik dit een keer weer ga winnen voor jullie, jongens. Laten we het eventjes gaan doen. Oké, okay, hoe moet ik nou bouwen? Ja, gewoon in een soort bochtje. En dan een klari. Oké, dan geef me een paar aardige bochtjes. Top. Ja, deze maken we deze niet zoveel bochten meer, hoor. Dat zijn wel heel veel bochten. Ja. Maar oké, top. Hij is al level 2. Snel. Fan, Rotjoch hier. Oké, je bent in de video. Je bent in de video, Lars. Top dat je net luisterde. Oké, gaan. Drekrion. Ja. Hallo. Is het op bij jou of nee, toch? Nee, ik doe het wel. Ik ga wel door. Kom hier. Tak. Oh, ja. Dit. Taf. Dop. Toppie, let's go, jongen. We gaan ervoor. Eens even kijken. Jij gaat voor de diamonds. Ja, jullie al diamonds hebben. Oké, ik zie er is nog niemand op mid, volgens mij. Ja, echt wel. Hier, maar niet. Oh, hey! Groen komt eraan, jongens. Pas op. Oh god. Groen komt eraan van de zijkant van hun eiland. Hebben ze een rechte rij gebouwd naar jullie toe? Dit groen. Ja, hij loopt hier. Oké, even kijken waar die heen gaat. Maar ja, als groen daar naartoe gaat en niet zo goed oplet. Ik heb. Kut. Alleen, waar is ons ei überhaupt? Boven. Nee. Ik moet nog 1 duimend hebben, dan kom ik terug met 10 duimend. Nee, ik sta bij hun brug. Ja. Daar gaan we. Kom op, deel. Je hebt dit. Ja, die heb ik. Dit is epic. Ja. Boom, shakalaka. Lekker, hoor. Dat is die shit. Ik heb er eentje, denk ik. Van groen. Ik heb er 2. Oh. Heb je 2, man? Waar is groen? 3. Kom hier met je kut oog. Ja, hoor. Dat is 3. Lekker. Hupsakee, let op onze eieren, boys. Ja. De rest is dus. Ik heb er best wel te veel kronkelingen, ja. Oh man, jeetje man. Ben jij bij het ijs, Stefan? Ik kom eraan. Ik ben even gold aan het fixen, maar ik kijk door het raam binnen. Wie moet die diamond geven? Lorenzo, kom hier met je rotkop. Oh nee, hij heeft een soort. Maar hij is nep. Lekker hoor. Jongens, hoe gaan we jullie? Ik heb al 10 diamonds afgegeven, dus de diamond generator kan aan, volgens mij. Ja, tuurlijk, bij 5 kan je aan. We moeten zo even dat tactiekje van jou gebruiken, die bunker. Ja, dat moeten we zo even fixen. Dat bunkertje gaan we zo even fixen, jongens. Ik heb dit echt, is dit echt rot, joh? Ja, bro. Nee. Ja, man. Nee, het is de nepper. Het kan zomaar een nepper zijn. Ik bedoel, yo, hey, you never know. Oké, paf. Jongens, ik ga weer door met de volgende aanval, hè. Ik zei het nog, jongen. Ik pak altijd een ei in de eerste minuut. Altijd. Ja, ik snap het niet. Mij lukt het niet. Ja, gewoon doen. Ik ben gewoon gegaan. Ik ren er gewoon op af. Dat is mijn tactiek. De eerste minuut letten mensen namelijk nooit op. Dus dan moet je gewoon rennen. Denk het niet. Nou, oké, dan niet, toch? Ja, very good. Oké, jongens, ik ga voor yellow. Hopelijk gaat dit hem ook worden. Ah, nee, ik word gezien. Kut. Ben jij daarboven? Ben ik niet. In ieder geval. Ah, dude, nee, die paars, die... Auw, nee, die man heeft fucking gear, jongen. Ah, ik heb het niet gehaald, nee. Kut. Oh. Oké, maar niet uit. Ik ga verder nu... Even kijken, ga ik nog een keer proberen? Ja, ik ga het nog een keer proberen, want vinden mensen leuk om te zien. Dus we gaan het nog een keer doen. Okay. Jullie worden ook herkend, jongens. En ook anderen van Mindtopia bij. Jullie worden herkend. Yay, wat leuk. Leuk. Yay. Ja, ik kan niet zien, ik ben voor 10 jaar gemute. Ik ben voor 10 jaar, serieus? Ja. Ben je een beetje salty of zo? Hoe kan je voor 10 jaar gemute worden? What the fuck heb je gedaan? Doei. Oké, ga naar midden. Jij moet even die diamonds halen weer, hoe heet het? Drekrion, als jij die diamonds er weer brengt, dan hebben we gewoon heel veel diamonds. Dat is al chille billen. Oh, onze teammate is bij de weg geliefd. Serieus? Ja, hij zei, dag Rotjoch, ik ben fan, ik moet weg.
Oké, okay, nou. Chill man, dat je me game joint en dan uiteindelijk leave, waardoor we dus een speler minder hebben. Wat heel irritant is. Ja, maar dat maakt niet uit, maar dat maakt niet uit. We gaan binnen te winnen nog. Oh, Orange is niet naar het midden gegaan. Oh, wat kut. Ik heb er 18. Oh nee, er komt iemand achter me aan. Oké, zal ik iemand achter mij aan? Oh nee. Laat me raden. Het is iemand die me herkent. Dan gaat hij dus nooit me loslaten, want het is heel erg irritant. Ik hou ook een beetje in de gaten of niemand via gedoemd komt. Oranje. Brug in de gaten houden. Oranje, rot nou op. Oranje gaat achter mij aan, naar grijs toe. Het is gewoon een kijker, dat zie je gewoon. Het herkent. Oh, ja, dit is zo. Op de brug, daar gooit ze naar beneden. Dit is zo gayfish. Pak dit mee, pak alles mee. Auw! Auw! Nee, ik was er bijna, jongen! Godverdomme, die oranje hebben verraden! Die diamond, ja, het is natuurlijk iemand die me herkent. Oh, ik ga lekker verdedigen, want ik ga niks kunnen slopen meer, denk ik, jongens. En generate level 3. Hey, als jullie nou gewoon gear gaan verzamelen voor jullie zelf, als iemand dan met goede gear namelijk hier komt, ga je er nooit van hem kunnen winnen, namelijk. Ja, oranje komt eraan, oranje. Oké. Okay. Cool. Wat heeft hij hier gepakt? Hij haakt hem met dingen zo. Ik heb hem ook. Je bent echt een drolly, hè? Toen drak je, ik zweer het. Af en toe denk ik echt, gast. Waar zit jou echt, af en toe denk ik echt, zit jouw hersenen in je kont of zo? Ik zweer het, jongen. Maar goed gedaan, maakt niet uit. Hé, ik ga voor de defense nu gewoon, man. Die aanvallen gaat het niet worden nu. Ik heb gewoon een normale pickaxe. Die heb je zo... heb ik ook voor je. Hoezo heb je een diamond pickaxe gemaakt voor jezelf, terwijl je alleen maar aan het verdedigen bent? Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Geef hem onbaas. Patrick. Ja? Gebruik je hersenen. Die zitten ver weg. Ja, dat is Dracryon. Hè? Dat is mijn trucje. Oké, jongens. Oké, ik ga weer verder met die shit fixelen. Pap. Hoppakee. What the fuck, één team is nog helemaal niet naar midden geweest. Nee, ze doen het, dat is oranje. Bedoel je? Ja. Jawel, oranje gaat via een andere ding, zeg maar. Oranje gaat via gaat naar het midden steeds. Jullie hebben een best wel slimme tactiek, zodat niemand in één keer hun eiland op kan rushen. Zo, dan kan je overheen kijken wat er gebeurt. Helemaal goed. Ik ben bij yellow. Dylan, wil je ook uitmoeten? Kom aan. Ja, zo meteen. Kom op. Kom op, je Dracryon. Ik vertrouw in je. Dracryon. Oh nee, shit. Ze hebben alles gekut. Zet hem door. Ja, maak het dan maar gewoon af. Come on! Nee, kut. Het is obsidian. Yellow heb je al kapot, hè. Dat weet je. Oh. Ik zweer het, jongen. Kom jij uit het ei of zo? Holy shit, ouwe. Er zit heel veel met Yellow te hakken, terwijl het ei al lang stuk is. Oké. Ga jij er al van zitten. Jij bent al stacked. Even kijken. Waar moet ik zitten? Oké, kom. Ik ga het laten zien. Laat zien. Patrick, kom. Jij gaat hier komen. Jij komt hier. Heb ik ook blokken nodig daarvoor? Ja, nee. Jij komt hier. Ik ga het even zo doen, zodat jij niet eraf kan vallen ook. Je moet je even weghakken weer met je pickaxe. Ja, helemaal top. Hier. Jij gaat hier zitten. Als je wil, kan je hier zitten. Ze gaan hier bovenop geshift. Dan kies ze aankomen. Oh, je ziet ze, dan ga je hier zitten. En dan komen ze eraan. Dan is het gewoon... Nja, nja, nja. Nja. Snap je? Dan vallen ze daarheen. Oeh, nja, nja, nja. Ja, dan moet je wel dat zeggen. Anders is het niet cool. Snap je dan? Ja. En dan kun je, ik ga voor jou via een muurtje bouwen. Dan ga ik zo meteen voor jou van pijl en boog brengen. En dan word ik weer de gear supplier. Denk ik vorige keer ook. En dan hebben we nog gewonnen ook. Dus dat is altijd de goeie. Archery met powerboog. Paf. Oké, dan heb ik een paar goldblokjes nodig. Hoe is het boven? Ja, ik heb nog 19 diamonds. Dus dat komt wel goed. Oké, ik maak een helm. Ik maak een chestplate. En ik maak een benen voor hem. Dan moet jij de rest voor hem maken. Oké. En zijn chest ligt hier ongeveer. Dus alleen zijn boots dus. Ja, alleen zijn boots nog. Okay. En een zwaardje. Ja, en een zwaardje. Ja, dat komt goed. Oké, dan heb ik dit ook. Liggen die daarin. Eet haal ik bij me. Oh, je hebt er één. Nee. Oh, hun hebben één. Come on, hou vol. Hun hebben mij. Ah joh, ontspan. Gooi je haar los. Dat komt allemaal wel goed, jongens. Het gaat de goede kant op nog. Dus we kunnen nog makkelijk winnen, jongen. Het is allemaal heel super easy. Maar het moet wel lukken. Kom op. Wat doen hun? We zitten die hoeken kapot te maken. Ja, ze willen bij jou, ze willen teamen. Team Blue. Als het gewoon niet slopen. Oh, yes, ja. Naar beneden. Dat bedoel ik, want hij full diamond. Hij is niet dood. Nee, maar hij zit wel vast nu. Oh, die andere is ook naar beneden. Oh ja, ik heb er nog eentje bij. Nee, die andere gaat hem halen, denk ik. Toppie! Ik heb een notch appeltje binnen, dus dat is ook wel lekker. Ze komen naar boven, let op. Wieeeuw! Notch appels in de pocket. Hoppa. Aquar shop, waar is dit? Blablabla. Die heb ik nodig, top. Ze zitten vast kijken. Nu, volgens mij. Niet handiger als we een powerboog ook hebben. Oh ja, er komt weer iemand aan. Ze komen weer aan. Oké. Oh nee. Moet ik hem even afschieten of niet? Ja, doe. Doe.
Oh, hij is op 2 minder, hè? Ga naar voren, Dragarion. Nee, wat doe je nou? Staat ze vast naar beneden of niet? Ja. Dombo, nee, nu is hij gerespawnd. Nee, ik viel ook naar beneden. Ik zie het, jongen! Echt? Nee, er zit nog iemand net eraan, man. Ja, klopt, maar dude, laat hem daar zitten. Ze hebben een speler minder. Dragarion. Echt waar, kom jij serieus uit een ei of zo? Ja. Die gasten zitten daar vast beneden. Dat betekent dat ze de hele game. Ze kunnen naar beneden springen. Nee, ze zaten daar vast. Ze zitten daar vast, zaten ze. Oh, kan je daar niet naar beneden springen? Nee, ze zaten in een gat. Ze zitten daar in een gat vast. Hij kan er niet uit. En juist, juist gered. Eén van de twee. Ik zweer het, jongen. Ik zeg nog, laat hem daar zitten. Maar nee, hoor. Dragarion luistert weer niet. Dragarion heeft zijn hersenen in zijn poep gaat zitten. Nou, dat wordt wel graaien, dan. Jesus Christ, ouwe. Ik zeg het ook niet voor niks. Oh, er is weer iemand naar beneden gevallen op de wolk. Ja, Oranje, dat is weer gangster Thijs. Hij gaat zijn mattie helpen, denk ik. Zorg dat hij niet erbij komt. Hij zit ook vast. Nee, niet. Zorg dat hij niet zijn mattie kan helpen. Hij wil hem bouwen, hij wil hem eruit halen. Kom op, help, schiet hem neer. Ik ga naar het midden, nu. Met je mee. Oké, kut. Ja, die gangster Thijs moet dood. Ja, hij staat ook vast. Nee, hij blijft blokken. Ja, die gangster Thijs moet dood, jongens. Hij is al dood. Lekker, dan heeft hij niet zijn mattie kunnen redden nog. Oké, nu moeten we gaan, want zijn mattie is niet. En gangster Thijs heeft geen gear, dus. Oké, jongens. Kom, ja, tuurlijk, let's go. Fuck it. Als ze mogen ons ijs lopen, we zijn super gear. Dus dan moeten we gewoon weer... Niet doodgaan, meer niet. Kom maar, boys. Oranje. Ja, zo, Oranje. Ik poep hem. Ik ben van die Diamonds Man hier, hoor. We hebben geen brug. Weet ik. Jawel, dus we hebben een brug via paars. Via paars heeft... Ja, op! Ik ben er nog niet, hè? We moeten via zwart. Dat is bijna raak! Waar zijn jullie, Bout? Ja! Arda. Nee, ja! Nee, ja! Nee, oké, okay, fuck it. We gaan via paars gaan ze. Holy shit, ze lopen echt helemaal om, ja, hebben ze gedaan. Vanaf vier. Nee, nee, niet. We gaan dat niet doen. We gaan gewoon de brug bouwen vanaf hier. Kom. Weet je zeker? Ja, kom. Ja. Ze hebben toch geen bows en arrows. Go. Dus kom, go. Volg mij. We gaan vanaf echt recht op Oranje afgaan bouwen. Ik heb als goed genoeg bouwblokken, hier right? Hier loopt iemand. Pas op. Zit van Oranje, ja, dus. Hallo, dat lieve Sofie. Zo even. Laat hem lekker daar zijn. Laat hem lekker daar blijven. Doeg, mazzel. Zoek het lekker uit daar. Weet je? Fuck it. Zoek het uit. Steven bouwt voor de zekerheid van wat je. Heeft er toevallig iemand eten bij zich? Ja, ik heb 34 steek. Oh, ze is dood gegaan. Ja. Ze heeft zelf dat dood gegaan. Oké, jongens, wat we gaan doen nu is het volgende. Oké, daar gaan we. We gaan natuurlijk weer een drie brug bouwen. Die weten hoe die gaat natuurlijk. Deze. Yep. Oké, okay, ja. Stefan, ja, jij hebt links, ik heb rechts. Ja. Skywars. Wie had eten voor mij? Kom aan. Ik. Voor mij? Voor mij? Oké, ik eet sowieso voor een gappeltje. Wacht even hoor. Ja. Een standaard gappeltje. Stefan, pas je op. Ja hoor, lekker. Ja. Dit is een spannend. Oké, jongens, daar gaan we, jongens. Hey, ik kan geen blokken plaatsen. Maar die ene, die kan nou ook bij ons eiland zijn. Ja, weet ik. Ja, laat ze lekker op ons eiland gaan. Als we ons ei kapot maken, oké, so be it, weet je. Fuck it, we zijn sterk genoeg om het te overleven. Ja, hoop ik. Ik zie niemand van Oranje. Stefan, je moet niet proberen niet op de drant te lopen. Want dat is gevaarlijk. Eén is gevaarlijk en ja, twee... Ja, wij proberen hem even wat verder te bouwen. Achter ons. Wat? Ja, pak ze. Eentje maar, niet allemaal. Ze staan daarop. Shit. Wat is schil? Oh, fucking hell. Oké, bouw het gewoon dicht. Patrick. Heel goed, Patrick. Lekker, Patrick. Oh, Stefan! Weg daar! Nee! Kom op dan! Godver, Stefan, laat het lekker hoog, Patrick. Ja, ik heb vooral een muurtje af. Hoezo gaat geel zich ermee bemoeien? Holy shit, toch. Dat ging me bijna wel spamen. Ik lag er echt bij. Ja, laat ons gewoon die shit pakken, weet je. Wat de fuck is hun probleem? Oké, we gaan ze halen. Fuck it, we kunnen gewoon makkelijk op af. Okay. Open die brug, open het ding. Fuck off, we gaan ze halen. Eikels. Alleen ze zijn boogspammers, dus dat red je niet. Ja, tuurlijk wel. Oké, wacht. Oranje schiet ook nou. Kom nou. Ja, jongens, let's go. Ja, dan ben ik dood. Ja, Patrick, jongen. Drol. Ik heb er één. Nice. Ja, waar is die laatste? Die loopt op de brug van ons. Ja, dat is shit, man. Ja, dit is echt fucking kut. Ik ga hem proberen. Je had nooit je drie ogen gemaakt. We waren safe geweest. Er is nog niemand, dus dat scheelt. Kom op. Nee, maar is nog. Ik kom je helpen. Kom op, snel. Maak hem af. Het is een Dodge Apple. Ja, wacht. Knock him back. Door.
Waar is die gas? Het is een notch apple. Wow, wat? Het lekt ineens door ons heen. Kom op! Nog een keer jongens, gear verzamelen weer. Gear verzamelen weer, come on. Kom aan, hij is nog eens eentje die oranje. En die gele ook, dus we hebben beide gewonnen. Hij knokt mij eraf. Oh my god, oh my god. Oké, okay, had je geen notch apple, Stefan? Oh, jawel, die had ik ingenomen, maar hij ging boos komen. Hij draaide de rol om, maar nu kan ik hem dood. Oh, wacht even. Dat wordt weer verzamelen. Ja, klopt. We moeten wel snel verzamelen, want hij komt er nu aan. Maar hij heeft geen notch apple meer. Maar boys, dat vond ik even gewoon tactisch doen. Dat was Patrick niet weer dat ding eraf halen. Sinds wanneer is oranje zijn eikenbot? Ja, dat is gedaan door die gele. Het was kut dat die drie ook kapot is gemaakt. Het is wij allemaal, het is wij allemaal tegen hem. Dus snel gear pakken. Als iemand wil, kunnen we snel, als iemand naar het midden gaat, dan heeft die iron te pakken en diamonds te pakken in het midden. Dan kunnen we snel gearen. Ja. Shit. Hij zal, weet niet, hè. Daar komt hij. Hij komt eraan. Ja, hij is via boven, hij komt via dan boven. Dan is hij echt dom. Hij wil het ei hebben. Nou, kom, we gaan allemaal boven staan. Allemaal shiften boven, kom. Okay. Kom, hierachter zit het trappetje, die kun je nog nemen. Ja, hier ook. Ja, daarom. Ga er maar heen. Wacht er maar op boven. Waar zit hij? Waar zit hij? Hij is bijna. Oké, waar zit hij? Shiften, Patrick. Shiften, jongens. Patrick, Dragirion ook. Het is toch ongehoord? Hoe ga je eens? We gaan hem stiekem opwachten. Allebei gaan ze zonder shift staan. Waar zit hij? Waar kom je vandaan dan? Ik zie hem niet. Hij komt via... Wat is dat? Blauw. Oké, is hij dat bijna? Zie je hem? Ja, hij heeft die brug niet afgebouwd. Nee, maar waar is hij nou? Wel of niet? Nee. Nee, hij is weer teruggerend. Tuurlijk is hij teruggegaan. Oh, hij komt weer omhoog. Shift gewoon. Patrick, weg daar bij het raampje. Gewoon, ik heb zijn naam kijken, meer niet. Doe alsof we hem niet zien. Beneden liggen wel, fuck. Ik heb geen notch-up kunnen maken. Kan je eens notch-up? Ja, maar iemand heeft een boog van ons, toch? Nee. Niemand heeft een boog. Oh, dat we hem nu kunnen pakken! Come on! Ik zie zijn naam niet. Ik zie hem wel. Hij is daar bezig. Wij kunnen hem straks gewoon aftikken. Wachten. Hij gaat denk ik via die blauwe vlag daar. Heeft iemand een notch apple nog? Nee, hè? Nee, maakt niet uit. Iedereen één tik geven als hij op de rand is. Ja, maar hij gaat niet op de rand. Hij die eenmaal een teammate zit op de spectrum. Zal ik spring? Spring, pak hem! Ja! Lekker, Patrick! Yes! Ga door, Patrick! Grijp hem nu! Met de rand! Ja! Lekker! GG! Hoppa! Lekker! Ja! Hij heeft het ding, een notch apple beneden. Oh, okay. Ja, moet even wachten. Drinken, haal hem even op. Moet ik er achteraan springen? Ja, spring maar even achteraan. Ik kom je ook helpen. Maar waarom? Okay. Goodbye, my lover. Kijk ze. GG. Oh, dit potje was zo zwaar. Oh. En zo slecht is het. Ja. Oké, mensen, in ieder geval, dit was weer een potje Eggwars. Ik was hier met het team van Mindtopia, allemaal Mindtopianen. Het was een beetje een pittig potje, ik werd een beetje salty, want hè, eerst bijvoorbeeld, een voorbeeldje, Dragirion. Er zitten twee man zit vast beneden, omdat ze niet meer eruit kunnen komen. En dan 3-5 vechten, en Dragirion besluit ze gewoon te helpen. Yo, ik heb ze gekild, zegt hij, hartstikke blij, ik heb ze gekild. Maar ja, dude, dat had je juist niet moeten doen, dat is één. Daarna doodgaat, dat Patrick bijvoorbeeld in één keer de muur weghakt, waardoor we wel beschoten konden worden, terwijl we veilig zaten. Dat is twee. Maar op zich uiteindelijk gewonnen. Lekker gedaan iedereen. Dankjewel voor het meedoen, heren. No problem. Graag gedaan. Als je het een leuke video vond, laat even lekker een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie graag in de volgende video. Peace.